Prinses! Het duurde maar een uurtje, het kostte maar een tientje. Maar met hun doodgelukkig wisten Hein Gerrits en Vanessa Timmermans veel bewondering te oogsten. Nu is het 2 jaar later en hun tweede project Er Was Eens is naar eigen zeggen groter, langer en 16 plus. Vanessa, het geheim van het succes van 2 jaar geleden. Zelfs een Almost Famous Award gewonnen. Wat was dat? Ik denk dat dat te maken had met dat we gewoon heel dicht bij onszelf zijn gebleven. Zeg maar. Dat we echt een voorstelling hebben gemaakt van ons. Het was eigenlijk een kijkje in een stukje geschiedenis van onze vriendschap en school en carrière. Ik heb ook een goede herinnering aan Doodgelukkig. Al was het alleen maar dat ik de grote Paul van Ewijk het licht zag bedienen. Ja, maar Paul van Ewijk heeft stille liefdes. Zo groot is Paul van Ewijk niet, ja, wel een lengte. Maar Paul heeft stille liefdes. En ik kan het nu niet doen, omdat ik hiernaast een ander project doe, waardoor ik tijdens de voorstellingen moet repeteren. En dat vind ik jammer. Ik vind het allerleukste gewoon om als een groot kind in de speeltuin met schuifjes mee te ademen met voorstellingen. Wat je als regisseur ook doet. Je probeert mee te ademen met de acteurs en dat kan je dan met licht sturen. Ja. Dat is ontzettend leuk om te doen. Het geheim is denk ik het eigen. Het was heel eigen. Een vervolg. Een vervolg. Nou, een vervolgvoorstelling, maar geen vervolg op Doodgelukkig in ieder geval. We wilden eigenlijk bewust wel eventjes wat anders maken. En ik vind het ook fijn als ik dat soort kleine dingen maak, weet je, dat ik er voor mezelf iets uit kan halen. Dat ik denk, oh, zoiets wil ik een keer proberen. En een soort van duister verknipt sprookje had ik nog niet geprobeerd. Doodgelukkig was natuurlijk 2 jaar geleden toch best wel succesvol. We hebben er 4 met bijna uitverkochte zalen gespeeld. Het reprise van 2 voorstellingen. Dus we hadden wel zoiets van, wat kunnen we nu dan doen? Want het was wel de bedoeling, zeker na het winnen van de Almost Famous Award, om een nieuwe productie te maken. En toen hadden we zoiets van, nou, misschien is het dan wel leuk om het helemaal over een soort van andere boeg te gooien. Kijk, we blijven natuurlijk Hein en Vanessa en bijna dezelfde combinatie qua team. Maar het wordt wel een hele andere voorstelling dan 2 jaar geleden. Sprookjes gaan vaak over hele jonge mensen. En dat dan eigenlijk op het moment dat ze een jaar of 25 zijn, wordt ze leeft nog lang en gelukkig. Waarom mijn vraag is, hoe lang en hoe gelukkig precies dan? Want als dat alleen maar heel gelukkig is, heb je best een naar leven. Want dan gebeurt er dus niks meer. Het is het leven na, ze leefde nog lang en gelukkig. Hoe lang en hoe gelukkig? En wat is er waar van sprookjes en wat niet? Het zijn meer vragen die ik mezelf stel. Wat er in voorkomt is ook dat de prins in het verhaal iemand moet afmaken. En bij sprookjes gebeurt bij bosjes. Hè, ze worden allemaal mannen, ze worden allemaal vergiftigd, ze gaan de pijp uit. Maar niemand die erbij nadenkt dat ook iemand dat moet doen. Dat ook iemand gewoon levenslang getraumatiseerd is omdat hij bij iemand gewoon een zwaard doorheen moet dragen ofzo. Wat je ziet is een prins en een prinses, prins Fedor en prinses Natalia. En die leven hun lang en gelukkig al. Maar ja, allerlei omstandigheden, economische crisis en dergelijke, ze zijn een beetje aan de bedelstaf geraakt. En ze wonen in Amsterdam, maar Natalia wil niet loslaten dat ze nog steeds een prinsesje is. Dus ook al hebben ze amper geld om de rekeningen te betalen, zij vindt zichzelf nog steeds een kroonprinses. Ik wil het niet verraden. Dus hoe kan ik dat dan een beetje leuk verpakken, zodat mensen nieuwsgierig worden? Het is een vrouw met meerdere kanten. Mooi. Ja, ja, heel mooi. Ja. Ja, ik denk dat ik het daarop moet En houden. Hein speelt een prins met ook meerdere kanten. Ja, dat sowieso. Nee, ik ben wel een prins die volledig dedicated is aan zijn prinses. Ja. We hebben natuurlijk net al sprookje gehad. Maar ja, niemand weet wat er daarna gebeurt. Hè? Want lang en gelukkig is maar lang en gelukkig. En dan kunnen er best nog wel heftige dingen gebeuren. Hè? Uiteindelijk zien we door elkaar hun leven nu, hun sprookje en hun therapiesessies samen. Sterker nog, er zitten vrij expliciete scènes in. Vandaar dat er ook een heel mooi 16-icoontje onderin staat. Het is qua humor. Maar dat is zo leuk. Dus wel, alles heeft er wel weer echt die stijl van humor heeft hij er wel weer in gebracht. Het is soms weer heel plat, maar dan echt 3 seconden later weer heel serieus. Het is cynisch, het is oprecht, het heeft ook weer een lach en een traan. Veel emoties. Ja. De muziek. 2 jaar geleden hebben we ons vermaakt met veel bestaande songs. Ja.
waaronder Shrek, die nu pas in Londen in première gaat. Ja. Hoe zit het in 2011? In 2011, dat was de volgende stap die we wilden zetten, is alles nieuw. Dus de muziek gaat nu, we hadden vorige keer al een nummer wat geschreven was door Ad van Dijk. Ad gaat nu het Leeuwendeel voor zijn rekening nemen en Mark-Peter van Dijk doet een aantal nummers. Dus alle muziek in de voorstelling is nieuw. We maken nu echt een geheel nieuwe voorstelling. En het leuke is dat de mensen aan het eind van de voorstelling eigenlijk allemaal een andere voorstelling gezien kunnen hebben. Van, is het waar wat ze gespeeld hebben? Of is iemand echt knettergek dat het zich allemaal verbeeld? Is het realistisch? Is het surrealistisch? Dus dat is heel interessant. Uiteindelijk zit je naar een soort totaalpakket te kijken en aan het eind van de voorstelling moet je zelf de keuze maken wat je gezien hebt. We hebben allebei het proces van Allard gevolgd en hier en daar wat gelezen. En ineens dat je dan het hele stuk leest en dat het dan ineens klaar is dat je denkt, maar het klopt wel allemaal. Alles klopt. Welke kant je ook opdenkt, want je kan echt serieus verschillende kanten op interpreteren. Het klopt allemaal. Als iets een succes is, dan hoeft dat de volgende keer niet zo te zijn. Het moet toch wel een bestaansrecht zijn voor een tweede project met Heide en Vanessa. Wat is voor jou het bestaansrecht? Ja, nou ja, goed, je bent zo goed als je laatste voorstelling. Dus de verwachtingen zullen hoog gespannen zijn. Bij Doodgelukkig was het een toevalstreffer. En nu moet, moet je daar dus aan voldoen. Aan die norm moet je al voldoen. En het liefst daar nog overheen gaan. Ik ben blij met het stuk van Allard, dat in ieder geval al qua constructie beter en verrassender in elkaar zit dan Doodgelukkig. Minder voorspelbaar. Hein is weer 2 jaar ouder, Vanessa is 2 jaar ouder, is moeder geworden, is rijper geworden. Ik ben 2 jaar ouder geworden. Ik denk dat dat al met al wel zal lukken om daar aan te voldoen, om het in ieder geval waardevol te maken. Wat is er in die 2 jaar met jullie veranderd? Nou ja. Ik ben moeder geworden. Dat is toch wel een hele grote verandering. Maakt je dat een ander artiest? Om even heel Yvonnieën te vragen. Dat weet ik nog niet. Ik denk dat je die vraag mij later nog een keer moet stellen. Wat ik me het meest herinner van jou was natuurlijk Anesha. Ja. Gaan we weer zoiets moois krijgen van Alakon? Ik hoop het, ja. Dat mag ik natuurlijk zelf niet zeggen. Maar we hadden het meest van die aard. Maar iets van die aard zijn we mee bezig. We gaan in november in première met hetzelfde team. Met Lilies. Judas Theaterproducties. En de voorstelling heet Lelies in het Nederlands. En die wordt eigenlijk met hetzelfde team gemaakt. Dus Martin Michel regisseert. En Sam Verhoeven componeert dit keer. En ik schrijf het stuk. Ik weet het niet zo goed. Ik ben er wel achter dat ik na de bevalling wel echt zoiets had van theater is wel mijn leven. Ik wil hoe dan ook wel weer terug. Maar ja, wat voor vorm dat gaat krijgen, ja, dat is... Ik wil ook heel graag moeder zijn. En ik wil ook heel graag mijn kind naar bed brengen. En gewoon ook avondjes thuis. Dus jij wordt geen 8 voorstellingen in de week musical ster meer? Ik sluit niks uit. Mocht er iets voorbij komen van ik zeg, nou, dit is, heb ik altijd al willen doen, dan ja, dan ga ik... Dan mag Hein oppassen. Dan mag Hein oppassen. Altijd, sowieso. Ome Hein. Tante Allard. Ja, Tante Allard. Het is wederom gebaseerd op een toneelstuk van Bouchard, Lilies, waar ook een film van is. En het is een bizar verhaal over een mannengevangenis waar iemand eigenlijk jarenlang voor een daad heeft gezeten die hij niet begaan heeft. En degene die dat wel gedaan heeft, een oude jeugdvriend, is inmiddels bisschop geworden. Die nodigt hij uit en die sluit hij op in een biechthokje. Omdat hij met al die mannen daar, al die gevangenen, het werkelijke verhaal in een toneelvorm heeft voorbereid. De afgelopen 2 jaar heb ik jou in Chicago gezien en ja. Dr. Doolittle. Ja. Verder nog dingen veranderd in je leven? Ja, nou wat wel leuk is, ik heb ten tijde van Op zoek naar Jozef bij de AVRO natuurlijk dat programma gedaan. Van daaruit ben ik wat gaan presenteren, backstage reportages. Heb ik er nu 5 gemaakt. Ik ga binnenkort de première verslag van Spamalot doen, dus dat is ook heel leuk. Dus er liggen weer een aantal dingen op stapel. En ik ben een home shopping programma aan het presenteren op RTL 4 en RTL 5. Dat is wel leuk. Ja, ik vind presenteren heel leuk. En... Ben jij een handmodel of gaan we je helemaal zien? Nee. Ik prijs telefoons, abonnementen en dat soort dingen aan.
En dan moet je nu bellen. En ja, nee, dat is echt heel erg leuk, omdat ik het heel leuk vind om te presenteren. Dus ik vind het wel leuk dat dit op mijn pad is gekomen. Dus wij vechten bij de première van Spamalot om diezelfde vierkante 10 centimeter langs de rode loop. Ja, dan staan we naast elkaar en dan duwen. Ik heb zo heerlijk gehuild bij Ganesha. Dat kan ik vergeten in november. Nee, denk zeker niet. Het blijft in de essentie een liefdesverhaal. Het blijft in essentie is de love story tussen mannen. Maar het is een love story. Ik bespeur wel jullie energie en enthousiasme. Maar ik eis, omdat ik verder nog niets weet van muziek en de sfeer, dat ik bij een repetitie aanwezig mag zijn. Nou, bij deze ben je uitgenodigd. Dat mag. Ja hoor. Leuk. Tot dan. We zien je over een paar weken. Ja.